Tussen Meulebeke, Vico van Steenkist. Vico, een hele ploeg rondom jou gebouwd? Of zie ik het verkeerd? Wel, we haalden elkaar. Dus we rijden niet echt voor iemand, maar we proberen elkaar te steunen. Dus bijvoorbeeld als er iemand wegrijdt, we gaan proberen afstoppen. Het is eigenlijk, ploegtactiek? Ja, ploegtactiek, ja. Direct mee zijn van in het begin, de wedstrijd hard maken? Ja. Proberen meegaan, en zien of dat lukt. Als het op een spurt aankomt, zijn er bepaalde kandidaten in binnen het team? Denk het wel. Zoals Mathis Baert en Mathieu Willeman. Dat zijn goede sprinters. En Xander Rigolo ook. Voor jou is het parcours niet zwaar genoeg? Het is goed genoeg, vrek. Uitdagend? Ja, uitdagend. Waarom komen jullie van zover? Ja, geselecteerd met de ploeg. Dus de ploegen worden geselecteerd op welke basis? Goh, ik weet dat niet. Prestaties? Ja, ook wel deels, ja. Okay. Prestaties zijn. Dus niet iedereen kan hier deelnemen? Nee. Je moet van de ploegen geselecteerd worden ook, wie dat er mee mag. Okay. En meestal zijn dat de betere die mee mogen. Allee, cru gezegd, zijn het de betere die mee mogen. Als het een keer een rustiger interclub is, zijn het anderen die ook kans krijgen. Okay. Dus, ja. We kijken uit naar jouw prestatie. Dank u wel. Je lijkt me meer een popzanger, maar komt goed, hè? dank u, zeker.